Murthel Predator Groenhart terug in de ring bij Glory na een afwezigheid van 2 jaar. Had een paar gevoelige nederlagen tegen Toenbee en Grigorian, maar daarna via een omweg, via het MMA weer terugkomen. Terug ook bij zijn oude coach. Terug bij Mike's gym. Als je een rentree maakt, tegen wie moet je dan je rentree maken? Tegen de nummer 8? En dan kan je jezelf toch niet serieus nemen. Je komt als de nummer 2 ben je weggegaan. Terwijl je al een keer van de kampioen gewonnen had. En dan moet je vechten. En dan zeg je, ja, wacht even. Maak maar even de nummer 12 of zo. Zo werkt het toch niet? Toch ook een beetje Murthel en Mike's gym onwaardig. Laat Murthel hier missen. Oh, goeie richting, direct neer! Murthel gaat neer! En het is uit, het is klaar! Oh, wow, wow, je hoorde hem! Wow! En ja, hoe kijk ik terug naar het gevecht? Kan ik ook eerlijk zeggen, ik heb het gevecht nog niet eens gezien. Ik heb een paar highlights gezien, weet je wel, en toen wist ik al genoeg. Ik kan het gevecht ook niet meer echt zo in mijn hoofd terughalen, hoe het gevecht is gegaan. Maar ik weet wel dat, dat het niet Murthel was. Maar dat is goed, want ik wou kijken, weet je, ik wou tegen de beste staan van die gewichtklasse. En dat heb ik gedaan en ik weet nu waar de level is en ik weet nu waar ik aan mezelf moet werken. Murthel is Murthel. Murthel kan van iedereen winnen, kan ook van iedereen verliezen. En ja, misschien was de voorbereiding iets te kort, maar daar moet je niet over zagen, dan moet je die partij niet aannemen. Dus we hebben het gewoon geprobeerd en hij is blijven vechten voor wat hij waard is. Hij heeft iets laten zien wat waar anderen al lang hadden opgegeven, is hij door blijven gaan. Ja, dat is belangrijk. Ik ben gewoon langer uit geweest. Ik ben gewoon verrast hoe dat als jij lang 3 jaar eruit bent geweest, en ook al doe je het vanaf je 15e en je komt terug na 3 jaar, dat de game door is gegaan en dat die continuïteit met stoten op je lichaam, op je hoofd, dat je daar toch moet op anticiperen en op moet reageren. En dat heb ik, met MMA is het anders. Het is gewoon een heel ander spel, heb ik geoefend 3 jaar. En ik heb een voorbereiding van 2 maanden, 1,5 gehad voor die titelpartij tegen Samuel. En ik heb het gedaan. Ik heb ja gezegd, want ik wou dat graag. Ik wou niet tegen de mindere staan, ik wou tegen de beste staan, want dan weet ik waar ik sta, waar ik aan moet werken, weet je wel. En dat haalt de beste uit mij eigenlijk. En ja, zodoende. Ik bouw dat gewoon en ik heb het gehad. Ik heb geleerd uit die partij ja, mezelf weer naar boven halen, weet je wel. Ik heb weer geleerd, die hongerigheid is weer terug, het vuur is weer terug. Dat is wat ik nodig heb. En buiten de discipline, buiten de motivatie om weer voor die titel te gaan, is die discipline heel erg weer terug. Want na die partij ben ik 2 weken eruit geweest. Ik ben eventjes tot mezelf gegaan, weet je wel, thuis. En ik ben meteen, ik heb mij eigenlijk opgebeld, ik ben naar de sportschool gegaan. Ik heb meteen weer hard aan mezelf gewerkt. Ik ben nog steeds hard aan mezelf aan het werken. En langzaam kom ik weer terug in mijn game zoals ik was voordat ik wegging. Soms verlies je, maar win je toch. En dat zou ook niet goed zijn natuurlijk, hè. Als je 3 jaar niet gevochten hebt, ga tegen de kampioen, je slaat de kampioen in 3 klappen weg. Ladies and gentlemen, introducing Jihad, the Punisher, Akipa! Lange jongen, 1,90 is hij. Komt om te knokken ook, dus daar hou ik wel van. Hij komt om te vechten. En ja, meteen start van de bel, komt hij meteen erop. Net zoals Samuel me eigenlijk verraste in die partij. Hij komt meteen, boom. Weet je, we moeten meteen te grazen nemen. Dus ik sta weer scherp op dat soort dingen. Ik sta weer game. En dat is belangrijk. Want zo stond ik ook altijd erin. Meteen, bel gaat, pam, stond ik meteen zo erin. En die jongens hebben me gewoon weer hongerig en scherp gemaakt. En nu weet ik dat deze jongen ook zo komt. En ik heb daarop getraind en ik heb er zin in. Dat wordt een beetje ouderwets matten. Want die Akipa heeft zich ook niet zo snel gewonnen. Maar deze gaan we wel winnen. Dat verwacht ik ervan. Dus... Je ziet Murray ook weer steeds iedere keer weer een beetje beter worden, iedere training, iedere sparring. Ja, kom maar op. Het is een jongen die zich wil bewijzen. Iedereen die zich wil bewijzen is een goede tegenstander voor mij. Die Akipa die wil vechten, maar die neemt ze ook gewoon maar eventjes. En in mijn ogen soms te veel. En dat is waar het verschil gaat liggen. Na dit gevecht wil ik zo snel mogelijk de volgende hebben. Waar ik mezelf tussen de jongens zie. Kijk, de jongens hebben zich, ik ben even eruit geweest zoals ik zei, de jongens hebben zich geëvolueerd. Die zijn natuurlijk in de game gekomen met een heel andere spelletje en werkwijze, om zo maar te zeggen. En ik kan er nog in meegaan. Ik kan er nog makkelijk in meegaan. Het is net als toen ik nog een jongerige hond omhoog kwam. En dat ik vocht tussen jongens zoals de tijd Jurymes vocht ik mee samen, sparde ik op de gym mee en we vochten samen in België, we gingen die kant op en dan zat ik als een kleine jongen te kijken hoe geweldig die was. En op een gegeven moment moest ik tegen de tegenstander van hem vechten en dat vond ik zo geweldig, tegen Jan de Keijzer was dat toen. En die won ik op spectaculaire wijze en ik zie mezelf gewoon nog daar, weet je wel, met de jongens en ik moet me gewoon even laten zien wie ik ben. En hun zijn hongerig om daar ook om mij te verslaan natuurlijk. En om verder te gaan. Kijk, ik ben een broodvechter, maar ik heb wel een doel. Als je geen doel hebt, dan word je alleen maar in elkaar geslagen en dan heb het geen nut voor jou om jezelf in de top 10, top 5, weet je wel, en de beste van de wereld te noemen. Ik heb nog steeds een doel en mijn doel is deze jongen die ik heb verslaan, de andere jongen die er komt verslaan en langzaam weer naar die titel gaan, weet je wel, want ik heb nog wat goed te maken. Ik wil nog even laten zien wie ik echt ben. En dat is mijn doel nu. Ik heb nu echt een doel van ik wil hem nog even laten zien wie ik echt ben. Want hij heeft me een predator heeft hij makkelijk verslagen, om zo maar te zeggen. Hij heeft niet echt een predator nog meegemaakt. En dat wil ik hem wel even laten zien. En dus mijn doel is nog echt voor de titel gaan. Dat is wel echt mijn doel.